biologielessen. Welkom bij de video-instructie over de longen. We hebben vandaag echt schapenlongen, maar voordat we naar de longen van schaap gaan kijken, gaan we eerst eens even kijken hoe de longen liggen in het lichaam van de mens. De longen liggen in de borstholte. De borstholte wordt afgescheiden van de buikholte door het middenrif. Achter de longen, netjes verscholen achter het borstbeen, ligt het hart. De longen ontvangen zuurstof uit de omgeving via deze luchtpijp, de vertakkingen van de luchtpijp, de bronchiën. En die bronchiën die vertakken zich hier steeds verder tot bronchioli. Wat we zo meteen bij de echte longen gaan zien is het middenrif. Wat je van het middenrif gaat zien is de peesplaat en de enorme spieren die het middenrif plat kunnen trekken, waardoor de borstholte groter wordt. We gaan het hartzakje bekijken en we zien eigenlijk alleen van het hart nog maar de bovenste delen. De boezems is nog een klein stukje van te zien. Wat we verder gaan zien is een hele lange luchtpijp met alle kraakbeenringen. We gaan de vertakkingen van de luchtpijp zien, de bronchiën. En we gaan in het longweefsel zelf de kleinste vertakkingen van de bronchiën, de bronchioliën, gaan we zien. En daarnaast zullen we ook zien de vele bloedvaatjes die door het weefsel van de longen heen lopen. U ziet hier de longen van het schaap. Het schaap ligt op zijn rug met zijn achterpoten naar u toe. De luchtpijp, de rechterlong, de linkerlong en de vele vliezen die in de longen te vinden zijn, zullen in deze video worden besproken. Met dit vlies zitten de longen vast aan het borstbeen. De rechter en de linkerlong bestaan uit een aantal kwabben. Deze kwabben zorgen ervoor dat de longen beter kunnen meebewegen als het dier zich beweegt. Door deze kwabben heeft het dier een grotere flexibiliteit in de schoudergordel zonder dat de longen in de verdrukking komen. Vanwege de vele longblaasjes voelt het longweefsel erg flexibel aan. Als we het schaap omdraaien, dus op zijn buik leggen, ziet het er aan de achterkant van de longen heel anders uit. Het eerste wat opvalt is het middenrif. Een gespierde peesplaat met dikke rand spieren aan de zijkant. De peesplaat is wit. De rand met spieren die het middenrif plat kunnen trekken is rood. Tegen het middenrif aan ligt de lever. Er is van de lever nog een heel klein stukje zichtbaar. Ja. Achter de longen, met de punt een beetje naar links, ligt in het hartzakje het hart. Als we diep in het hartzakje kijken, zien we restante hart. We zien de boezems en wat slagaders. We zullen eens kijken wat voor slagader dit is. De slagader eindigt diep in het longweefsel. Deze slagader is de longslagader. Haal hem eruit, Jezus. De linkerboezem ontvangt zuurstofrijk bloed dat via de longader vanuit de longen terugstroomt richting het hart. Haal hem eruit. De longen staan in verbinding met de buitenwereld door middel van de luchtpijp. De luchtpijp is opgebouwd uit allemaal hoefijzervormige kraakbeenringetjes. Ja. Door deze kraakbeenringetjes is de luchtpijp zowel flexibel als stug, waardoor hij niet dichtklapt
bij in- en uitademen. Ja, allemaal verder. We gaan proberen die kraakbeenringen wat beter in beeld te krijgen. De binnenkant van de luchtpijp voelt heel glad en zacht aan. Beweeg het ook een beetje als je wil, ja. En draai hem eens om, binnenste buiten. Ja. Sneden. Als we de luchtpijp doorsnijden, zien we heel duidelijk de kraakbeenringetjes. Het lijkt een beetje op mini spare ribs. Ja. Ja. Nog een keer. Ja. We gaan op zoek naar de vertakkingen van de luchtpijp, de bronchiën. Daarvoor snijden we de luchtpijp verder in. Wat heb je daar? Twee bronchiën. Als je nu naar binnen filmt, dan zie je twee bronchiën. Oh ja. Snij maar gewoon door, Josh. De bronchiën vertakken zich in steeds kleinere bronchiën en bronchioli. Aan de buitenkant van het longweefsel zijn nog niet veel bloedvaten en vertakkingen van de bronchiën te zien. De grote vertakkingen van de bronchiën en de grote bloedvaten liggen diep in het weefsel van de long verstopt. Nou zie je dat kraakbeen heel mooi zitten hier. Snij nog eens zo door, zie je net, hè? Zie je? Dat is een bloedvat, ja. Zo ziet longweefsel er in het echt uit en zo volgens het model waar we deze video mee begonnen. Snijd die eens door. Nou, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer op biologielessen.nl.